Zo'n 30 jaar geleden waren mijn vrouw en ik als vervent rugzaktoeristen door Griekenland aan het reizen. En op een camping waar we terecht kwamen ontdekten we een HI-bus. We kenden de bus wel, maar op dat moment trok die onze aandacht. Het waren een stel Belgen. Die hadden een huis verkocht, die hadden een bus gekocht en die waren een jaar aan het rondtrekken. En hij was helemaal ingericht als camper. En prachtig beschilderd. En toen is eigenlijk mijn liefde voor die HI geboren. Na die 30 jaar, we hebben intussen een heel gezin, huis, toestanden, alles erop en aan. Dan hadden we weer wat meer vrije tijd. En toen hebben we een bus ontdekt, of een vriend van mij heeft die ontdekt, voor mij op een inrit bij mensen die er ook in kampeerden. En die bus eigenlijk helemaal niet wilde verkopen. Maar de bus die stond daar weg te roesten. Ze hadden er zelf ook geen tijd meer voor. En via die vriend ben ik bij Oitje terecht gekomen. En samen met mijn jongste dochter hebben we Oitje naar huis gereden met wel 110 kilometer op de teller. Uiteindelijk heb ik er eerst nog 4 jaar in rondgereden. Maar gezien de staat van de carrosserie en alle gaten en alle euvels die langzaam aan de bus kwamen, wist ik dat die een keer afgekeurd zou worden. En dat is ook gebeurd. En op het moment dat dat gebeurde, heb ik hem bij mij thuis gestald in een grote tent die ik gemaakt heb en waar die nou nog steeds onder staat. Ik heb hem op hout gezet, de wielen eronder uitgehaald, een slijptol gepakt en zo is het begonnen. In 2004 ben ik aan mijn bus begonnen met geen kennis van zaken. Ik kon niet lassen, ik had een haakse slijper, maar ik was heel erg gedreven om hier iets moois van te maken. En ik ben wel een beetje handig, maar aldoende leer je. En zo ben ik aan de slag gegaan. En hier zie je een situatie zoals het dus tot op de grond toe helemaal is aangepakt. Nieuwe stukken plaatwerk eroverheen. En zelfs tot binnenin toe moesten er stukken worden gelast. Nou, een voorbeeldje van knutselwerk is dan dit achterspatbord, rechts en links. Dat is helemaal weggerot. Ik heb het er tot hier uitgeslepen. Heb bij de ijzerboeren een plaatzaal gehaald van 0,8 mm. Heb het profiel wat hierin zit van de oude situatie overgetekend. En ben met een hamer en een botte beitel aan de slag gegaan om dit profiel erin te tikken. Ja, dat kost je dan een paar zondagmiddagen. Maar uiteindelijk krijg je dan wel dit. Het is niet zo strak als het origineel, maar van een afstandje lijkt het heel wat. Gelukkig polyesteronderdelen. Ik ben al lid van het HI-team nog voordat ik de bus had. En dankzij hun voortreffelijke magazijn kan ik eigenlijk alles eruit de schappen trekken zolang ik maar poen heb. En ik heb dus gekozen om de deuren, spatbord, drie hoekjes en de neusplaten om die terug te zetten in polyester. Er zijn intussen al veel mensen geweest die aan mij hebben gevraagd waar ik die bus heb gespoten. Nou, dat heb ik dus niet gedaan. De hele bus is eerst in de primer gezet, 2 lagen grondlak, 2 lagen aflak met zo'n lakrolletje. En dan kun je je voorstellen dat je er nog een tijd mee bezig bent, maar daar kwam ik mee dat je overal lakstrepen krijgt. Dus dat het mooi vlak werd. Ja, met lakken betekent dat dus wel dat je elke keer een stukje van de bus pakt. En zeker met zo'n klein rolletje. En ja, iedereen die ooit geschilderd heeft, die weet hoe zo'n rolletje werkt. En als je maar lang genoeg op en neer gaat, dan krijg je dit resultaat. Nou, toen ik de bus kocht, toen zat er al een interieur in als camper. Maar dat was zo spartaans, dat heb ik er helemaal uitgesloopt. En nu is de bus helemaal geïsoleerd. Een houten raamwerk erin. Heel veel triplex. Ik hou niet van rechte hoeken, dus alles heeft zo als je ziet, ronde hoeken. Kastdeurknopjes zijn gemaakt van houten kralen, hoe moet je ze noemen. Koelkastje zit erin.